Ja, Marco, wat dacht je? We mogen weer in de aanval, dus laat ik dat dan ook maar proberen. Ja, het was eigenlijk niet echt de bedoeling, maar ja, op een duur rijdt er gewoon een half peloton weg en ik ben blij dat ik mee kon schuiven. Wat voor dag was het voor jou vandaag? Ja, ik denk voor iedereen hetzelfde. Gewoon een hele zware, lastige dag. En ja, gelukkig wist ik wat er kwam, dus kon ik het redelijk goed indelen. En werd ik niet echt verrast en ja, op het laatste slotklim was het gewoon over. Jullie wisten, of jullie mochten gisteren niet meespringen, vandaag wel. Was dat ook het plan om mee te gaan? Nee, eigenlijk in eerste instantie niet. En ja, we zouden niet in de kopgroep gaan, althans ik niet. Maar ja, als er dan zo'n grote groep wegrijdt, dan, ja, dan moet je gewoon eigenlijk iemand mee hebben. En ik ben blij dat ik dat kon zijn. Morgen weer een lastige dag in de bergen. Wat zijn daar voor jouw plannen, jouw verwachtingen? Ja, dat is maar te zien hoe het gaat morgen natuurlijk. Het liefst zou ik weer een hele goede etappe rijden. En, ja, het wordt gewoon een kwestie van goed indelen morgen. En jezelf niet tegenkomen op de eerste klim, want dan is het nog heel erg ver natuurlijk. Maar is dat wel een dag waarop je sowieso wel mag meespringen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je gewoon morgen op je plek komt. Of je nou meespringt of niet. Het zal uiteindelijk gewoon een slagveld worden. En ja, dat ligt niet. De Tour is nu een week oud. Kan je nog een beetje van, vind je het nog een beetje leuk? Ja, zeker. Ik geniet er wel echt van. En zeker dagen als vandaag, daarvoor kom ik naar hier. En dan is dat hartstikke mooi. Dankjewel.